We hebben hele mooie universiteiten en kennisinstellingen, ingenieursbureaus, allerlei partijen die hele goede kennis hebben. En je ziet nu dat er een soort nieuwe manier is om al die partijen weer samen te brengen in een soort, wat wij dan noemen, kennisecosystemen. Wanneer is een kennisecosysteem vitaal? Dat is als je een aantal mensen hebt die gedreven worden door één gedachte. Als je zo'n doel hebt en je weet dus zo'n club rond zo'n doel te verzamelen en dat werkt en er komt iets moois uit waar de samenleving, waar het bedrijfsleven iets aan heeft, is dat wel heel spannend. Een kennisecosysteem, nou ja, die moet zowel een breed fundament hebben, dus daar moet heel veel ook onderzoek gebeuren wat gericht is op de vragen van de toekomst. Maar er is ook heel veel onderzoek nodig wat ons helpt om nu goede keuze te maken.